Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal dat Joert welkomt bij de Indiek bij Wordsign. Daar hebben we van de middag een fantastisch zicht hier op dat spektakel dat hem hier afspelen op een Hegemermar. Het wie kwad maar kreftig, zal ik maar zeggen. En daarover praten we dadelijk verder en natuurlijk het wedstrijdverslag. We praten verder met Klaas Jansma, hij is er weer, en Gerhard Pietersma, de skipper van Jennewoord. Muziek hebben ik, dat is deze keer van Illinois. Hartstikke mooi. Maar we beginnen gewoon op het wetter. Hoe het waar en de mensken. Het is nou even mooi waar, maar het is wel buig, hè? Ja, dat is even centje erbij. Dikke buien hoor, maar het zou vanmiddag ook zitten met mijn buien. Ja. Wat is er veranderlijker, het waar of de mens? Wat is er nou veranderlijker, het weer of de mens? Het is moeilijk te beantwoorden. Beide zeer veranderlijk, denk ik. Maar vandaag het weer. Meer buien als het waar, of Voor mij een glaasje bier erbij, dan komen we wel in de goeie bui. Ja, en dat geldt vaak voor de meeste mensen, een glasje bier erbij. En dan komen we in de goeie bui. Nou, goeie bui heb ik weer, want Klaas zit weer aan tafel. Hoera. Klaas, ik moet even die tweet voorlezen. Vond je hem dat nou leuk, sneun? Dat die wieven mij voortstuurden? Ik koerde net om leidje. Nee, ik heb van de familie uiterst droevige reacties gehad. Wat nou? Uw man wie woont. Ik loop die shot hier in mijn naai. Nee? Ik zei, had ze dit doet vinden, ze stuurde je aan. Rudige honk van het skep. Nou, hoe weet ik net mijn naai te zien? Nee. Nou, zie ik die ego weer even strelen. Want René Faso, als ik het goed lees, die schreeuwt: ik vind het gek dat er nog steeds geen actiegroep is opgericht om Klaas Jansma tot aan zijn dood door te laten gaan. Ja, hij moest dus weten hoe ik er dan in om begin te hapelen. Gerhard Pietersma, skipper van Jennewoord. Ik begreep, door kist ik reetrieden, fietsen, skileri, want we hebben ik een vraag van Minder Timmerman. Oh. Hij is benijd of Gerhard nog wel eens op de fiets zit of skielers. Nou, ik zit er nog wat op fiets, zit er nog wat op skielers. Witte ben ik regelmatig op die. Ja, je moet van alles wat dit vinden, hè? Maar boven alles giet het scootje ziel. Ja, scootje ziel is hoofdzaak. Ja. Vroeger werd reetrieden en fietsen hoofdzaak. En nou is scootjesielen. Ja. Nou, we zullen even zien. Ja. Was er van de familie van Baktest? Nou, we zullen het, ja. Elke lok vertelt het verhaal. Ik zal het even vertellen aan de hand van de beelden. Je hebt zo hier de snitserpannen, die staat aan de kop in het klassement. Op een mar die doet van de start nog redelijk rijst. Wie Inge Reefke. Gerhard Pietersma, dat wie de onverwachte tweede man in het klassement. Dat is dus wel aardig, die is daarheen slopen. En eigenlijk lieke stil als de man die tredde wordt. Dat is Albert Visser, die staat op tredde plak in het klassement. Maar de oren zijn hult dichtbij en de zoe wat verorie kennen. Maar de zoe een hult soort verorie kennen, omdat de waasomstandigheden wie een satse joert wie een. Want de wien die zette oren en die zette oren. Doet er losgang. Gongwaar van een route van een traaienhoek hier op de mar in de richting van het eilandje, dan weer om en dan weer om naar de start. Nou, die start, ja, die leidt er aardig in. De skippers nog wel wat te zet. Volgens Ein, die leidt als eerst in die start. Die gong werkelijk gigantisch overheen. Maar onderin, daar wie een Grauw en Jereveen benamen. Dat wie de man die de sok zetten en die hult die bezocht meer naar voren te komen. En je hebt zo de omstandigheden. Het wie wel aardig en moeilijk. Nou, dan ben we bij de bovenste tonnen.
En er komt Jereveen aan en die gaat Ray. Die moest ik draaien omdat er een bakbord lijkt, maar die komt makkelijk van die oren man komen. Er komt Waltzijn achter aan en Waltzijn, maar die had Jouren onder hem. En Jouren, ja, die komt hier met Grauw in aanvaring. Nou draait Grauw nou te letje. Dat doekel je nog twee mannen op boord, want de vol op het achterdek van Grauw om u te wieken. En dan zitten de beide mannen even in elkaar. En zij zoen dus de protestvlaggen hiesje. En die beide mannen die in het wetter eindigen, die zou je dadelijk achter Waltzijn komen. Die gaan wij er echt uithellen en dan waar het verder regelen. Maar hoe weer het verhaal van skipper Douwe Visser van Grauw nou in deze situatie? Het laatste tot de led of zette hij de volle naar beneden? Ik denk beide. Maar wij draaien, wij konden ik echt net oorzaak, want wij hier in de krek voor de vlager in had. Als ik daar op achterlangs ging hier, dan hier we omgeend of ik hier te droer om, dan hier ik ze ergens in de midden pakt. Want wij zullen het zijn, hun niet zullen het zijn. Maar nevens u, hun hebben in ieder geval net een enkele poging geëerd om uw cent te varen, vrij te varen. Je moet hem beide weer in. Ja. Dat is dan ik bij de humor waar hier in het zeven vreet. Hier wie dat lauk. Je weet precies hoe om. Of sneun, precies hoe om. Toen draaide Dirk Jan me bij u onder. En toen heb ik even wat mopperen en even wat. En ik heb een vrijvaart. Zo vind ik dat je de dag. Ik hier en ik val op een kont varen. Doe je net, je varen vrij. Ik denk dat dat nou weer rugtelutsen is. En zo bleef het dus 0-0 in deze situatie. En Ken Grauw en de Jouwer verder mij deze wedstrijd aardig voorin. En je hebt zo die hulvloot erachteraan komen. En ieder hier zat zijn eigen problemen. Maar die win die toch wel hultiet heftiger en heftiger waar. En in de richting van de Sanscode. Ja, en dan moest je naar die hele tonnen. Daar bij de wal, bij de Indiek. En dan met het zeil oersmieten worden. En vaak woonskippers weer dat toch wel aardig. Kwam het op de krachten van de Skoorten en van de Meesten en de Gieken. Zo, daar gaat het verhaal bij Bolden toe. En dan komt het bij jouw roer die toen vierde naar binnen kwam. En die kwam op het redde plekje te lonen. Maar dan gaat Bolt het weer scoren. Nou, Ljouwert rijdt eruit. Die hier de overloop steken. Wieke maken mensen aan boord bij de Lemmer. Die kon mij een bemanningslid uit de tee trekken. Maar ondertussen ging toch die wedstrijd gewoon terug. En die beide mannen van Grauw zie je ik weer aan boord. En dan kan je Sas aan wedstrijd zielen. Ja, het is wel eens even wat nipt bij elkaar. Kom je om de tonnen, dan komen ze heel tegen bij elkaar. Drachten en de Zuidwesthoeken. Maar het bleef alweer krek goed gaan. Maar volle wie het ik net verzels. En de omstandigheden die waren hultiet voller en voller en voller. En die winkel Zeiss bleef echt steen. En er kwamen wat vlaagjes van zand te vastkien. En dan hadden de skippers de nedige problemen verzels. Even zien dadelijk als we in het cruiserex-show hoe dat dan gaat. Nou, de Jereveen valt nog redelijk ta. Hij had de situatie goed in hand, Pieter Brouwer. Maar hij zei ik al dat de commissie de finish erin leidt. Dat weer misschien ik wel mooi van Ieper van der Meulen. Maar die koerde wien een beetje minder oud sjouwen, zat je hem zorgen. Maar die lijn nog mooi. Altijd op het tweede plekje met Grauw en de Jouwer achter hem. En het zijn echt werkelijk prachtige beelden hier op die Hegemer. Maar vlakbij Waltzijn met die man aardig voortkomen koen in deze wedstrijd. Maar ze gingen hut werkje. En de commissie zei, ja, dit is eigenlijk net meer vertrouwd. Die zeil met hult die te oergooid worden. En in het Lavierien koen ze eigenlijk net die skippers de score goed onkrijgen. Je show je met hult die viert worden en viert worden. En dan binnen de problemen er aan boord van elk skip om de goede koers te varen. En dus waar die finish erin lijn. Ja, een sprintwedstrijd, een kwarte wedstrijd, Joert. Maar de skippers hebben eindelijk voor 2 uren willen ze wel gaan. Want ze hebben wel voor 4 uren strijden. Zo kan je dat zien. Nou, Jereveen komt hier op de finish aan. Geen enkel probleem bij de man best. En bij de man best, geen enkel probleem. Zij winnen en zij komen in het klassement. Dus ik werd wat vooruit. Want achterin daar wien de man helemaal verteezen rekken. Nou, 12 wordt dus Waltzijn. En ja, die ben wel heel erg blij. Ja, maar eens even jaren. Nou, dat weer de wraak dan van Freet de Jong. Kom er dan achteraan, die beide orenmannen die intussen de protestvlaggen eruit halen hier in Jouren. Zij het even omheug nog en dan komen we boven tonnen. Komt Grauw achteraan en dan is het hullenzaakje weer binnen. En koe iedereen heel gauw binnen hoes naar een warm bakje koffie. Nou, en dat wie dan ik wel heerlijk. Dan komen we bij de uitslag van Joert. Het Jereveen eerste, elke zei het al. En wet jongen. Wat zijn twadden? De Jouwer, we trets, Grauw, vierde. Bolzet van Pieter Meter op het 5e plak. De Zuidwesthoeken, zegde. Snits, zonde. Langwaar eindigt op het 8e plak. En daar is er Gerhard Pietersma, 9e. Maar Jennewoord, ziende, Huzem. De Lemmer op het 11e plak. 12e Drachten, Tretjen, Ljouwert. Die eruit gaan, dat heet ik jongen. En de hele mannen, die het ik 14 punten en dat ben strafpunten, want zij hebben een indringssituatie enzovoort, een protestverlening van Langwaar. Maar dat vreeg ik dadelijk zo'n Klaas, want dat is de werkelijke zaakkundige. Het algemeen klassement.
snit stiet nog bovenom, maar het wordt een stikspannender, want het Jereveen komt dichterbij op het tweede plak, dan Grauw. He, je kunt zelf de punten even zien. Bolzet, Jennewoord, Drachten, Zuidwesthoeken, De Jouwer, Woordzijn, de Hele Mannen, De Lemmer, Langwaar, Leeuwen, Tretjende en Huzum, Viertjende. Gerhard Pietersma, Stien, zijn mooi tweede. Ja. En dan ben je niet een... Shit, komen we dadelijk zo te praten. Ja. Maar eerst weer even waarom naar die wedstrijd van Joert. Want de menings wien blijkbaar nog wel verdeeld. Hoe had het nou wel of net al last worden moest. We vregen het aan Douwe Visser van Snits en Ipie van der Meulen van Wat zijn. Nou ja, dit weer de wraak van Freet Ipie van der Meulen, hè? Nee, dat weer geen wraakje. Maar het is wel een prachtige binnenkomer dit. Want ik vind het schitterend. Hartstikke mooie zield. En ik weer de commissie verrekte dankbaar. Ik weet net dat het skippers daar binnen. Maar dan weer een traaihoek hier. Want als ze nog goed opletten, dan had dit nog een zandloper geweest. Hier gingen we versopen alle gevaren wie nou. Misschien net een heel veel skippers zo twijfelen. En ik ben blij dat het hier een traaihoek is. Want nu hebben we nog zielen ken. En dan is het echt versoepen geweest. En hier een volle spul steken kind. Want nou hoor ze druk achter op het dinges. Ja, ik praatte net van mezelf. Maar wat dat de wedstrijd trok, dat vind ik zo belangrijk. Ja, maar ben je zelf direct blij dat je het jongen, dat is bingo! Wat wist je hoe het eigenlijk worden? Ik dacht een stuk of zo aan acht, maar ik weet het niet. Ik zou concreet ik denk acht of zo. Die is toch wel even vol, hè? Ja, had je de versie start en dan kan je wel uitschillen volgens mij, maar dat waait er nou net harder uit bij de start. Dus het is onterjochten dat het zo betiet houdt? Nou, hier een bed in de start leren kennen, dat is beter geweest voor de veiligheid van iedereen. Maar ik bedoel, had dat dan toch gebeurd, dan is iedereen er op een gegeven moment klaar voor en dan denk ik, daar moet ik me beter uitschillen kennen, dat is dan ik was zo eerlijk. Misschien hoe degene die wat minder starten en wat minder goed voorkomen. Ja, precies. Ja. Hij heeft nou even de wedstrijd die de tijd om wat te herstellen. Ja. Het is een beetje ongelukkig, want ja, de kop van het klassement en dan gebeurt dit. Ach ja, ongelukkig, die had ik wel bij. Ik bedoel, het is nooit je rauwe rond dat je de laatste wedstrijd vaart hebben. Dus dat weet je dat dit gebeuren kan. Hè? Dus, ik bedoel, iedereen zei, ja, treed je punt voor als het gaat schreeuwelijk aan. Maar ja, ik bedoel, tjus, dat gebeurt wel. Ik wil best samen een soort punt naar Rieker. Ja, als dan de verkeerde meisjes in die zin voor hem zitten, nou, dan kom je weer heel dichterbij. Hè? Nou, dat wordt in elk geval spannender. Gerhard, nou, de menings binnen een beetje verdeeld. Douwe Visser zei van, nou ja, had je dan één keer starten, ging dan ik terug. Of start gewoon net, wat vies al? Wij hebben dit hier al eerder zo'n wedstrijd gehad. Want dan werd het omgekeerd, dan werd het heel stil. De Veenhoop? Nee. Trennen. Trennen. Nou, daar weer fout maken. Ja, ik denk, ja. Maar zo'n wedstrijd wel starten leren. Het ben in principe net elke wedstrijd. Nee. Nou, dat wie Jot ik weer zei, nou, wat Douwe ik zei, start dan net, want dan krijg ik geen zinslag. Maar als ze nog al starten, ja, zie je dan even een route lang en trof. Wij hebben nog zicht. Dan nog? Nou ja, wij met het gijpen, iedereen heet maar met het gijpen. Nou, wij hadden geen problemen mee. Nou, het klapte de route, toch? Ja, het klapt wel, maar het gaat net zo raar. Als het goed doet, dan gaat het goed. En dan kan je trainen, en dat vind ik. Ja, daar ben je dan wel spat maar voor. Ja, maar wie het net te gevaarlijk? Nou, nee. Je houdt wat meer rekening mee horen. Je draait wat minder, je draait wat gauwer, je neemt minder risico's. Je gaat net voor je langs wat net kan eigenlijk. Nou ja, zulke dingen. Nou, je houdt er wel rekening mee. Ja, Klaas, ik jij er razen op een gegeven moment. Wat blikstender. Ja, dat is ik zeg maar. Aan de andere kant, daar kan je eigenlijk haast alle wedstrijden wel aflossen. Want die ene keer rent die wien uit, 50 graden. Nou, dan kan ik wel zeggen, ik net een eerlijke wedstrijd. Dat wie je bij wat zijn. Ja. Ja, en dan is het weer wien stil. Nou, Jenne Wout, kan ik wel zeggen, ja, dat draait die wien zo, schrijft het zo. Ik net eerlijk. Ja, hou dan op. Nee, je moet onder alle omstandigheden je zielen kennen. Nou ja, het kan op een gegeven moment toch gewoon te hut waaien. Ja, maar dat wie nou doet het begon, waait het net te hut. Nee, maar in de rit van de wedstrijd begon het toch heel iets hutten te waaien. Nou, en dan zei de commissie, dan halen we er nou mee op. Ja. En kleer. Nou, nee, het is twee mooie kruisrekken zield. Ja. Nou, en de start is een hele kunst. En dan moet je zwaar dat je op dit starten. Ja. En zo simpel lijkt het. En het is wat zoer, maar morgen is het ook wit en is het weer roze om. En je moet hem maar oor kennen. En ik ben met Gerhard eens. Je kan goed wat trainen. En je kan ik tuigen op hudde wien. Ja. Ik bedoel, op les ben die meesten gewoon te lang. Dus bij windkracht zo'n kan je net meer zielen. Maar bij size kan je voor zielen. Zeker op dit wedstrijd. Oké, dat hier nog wel een route kennen dus. Nou, nee, het wie nou boven de size komt. Dus die gelijk dat ze nou ophouden. Dat vind ik. Oh.
Nou, en dat vindt Gerard net. En dan praat hij met Laika achteraan, die boeit nog niet in eigenlijk. Oh. Oh, ja, hij zegt, zie plak ik. Ja, want, nou Gerard, laten we het daar hebben. Ja. Het gaat hartstikke goed, gaat nog goed. Dus die is fiets, ja, deelt fiets. Bist tevreden ontnota? Ja, ik ben hartstikke tevreden. We hebben net echt hele minuutje ja, dan op trainen dan. Maar ja, dat heeft voor mij niks meer ziel te maken. Maar ja, vrouw keer vrouw, wat wil je? Nou, als je een plakje heen bent, ben je vrouw keer trein. Ja. Dit, dan, slagen we hem. Ja, je wil altijd eerst worden, maar aan het eind van de rit dan tellen punt. Zij is, dus er is nog wat van doel. Ja, tuurlijk. Je bent nooit verslagen dat de wedstrijd te houden is. Nee. Nee. Ziels de oorzen zo reden, of? Ik zie wat ontspannender. Ik heb een broek wat ziek is en ja, je wordt zo goed mogelijk dan voor die jongen. Ja. Ja, je mist hem, want Orien scheelt er wel mij. Nou, hij is er nou net bij. Hij zit nu op een snitweeker. Ja, ik vind dat hij hier werkt met me. Ja. Ja. Hij denkt er oorzaak over. Ja, en het is zijn leventje. En, ja, hij is slim ziek. Ja, hij is ziek. Komt ik in het goed. Ja, ik hoop dat hij bij de 10% heeft die het wil overleven. Maar ja, 10% is maar een liedshandje vol. Dus, ja. Ja. En daar toch? Nou ja, je vader, je komt heel los in het leven te staan. Je denkt van verdorie, ja, ik kan ook komen. Nou, en geniet van elke dag die je hebt. Ja. Dat heb ik. Winters Rederieden, Simmers, Sielen. Nou, ik heb een prachtig mooie baan. Alle vrijheid heb ik daar. Alle collega's werken mij om mij te zielen. Nou, dan kan ik zeker niet teleurstellen. Nee. Dus hij is van der Troch, dat het mij beïnvloedde. Der Troch ziel ik ontspannender. En wat ik hier heb, wat van verskaten kan, dat is ik wat. Ja, wat vrolijker en wat makkelijker. En ja, best, hij is een diplomatiebedrijf, ja, want hij praat met iedereen. Ik met mensen wat er. De mind valt echt op. Ja, als ik al eens even rondje wijs, ja. Wat. Nou! Vooral bij de tonnen. Net maar, hè? Nee, maar. Ik heb ook zoiets. Nou, voor hier hebben we best wel een paar raddagen hoor. Nou, ja. Iedereen denkt er oorzaak en ik vind net dat het hingen bloem moet. Nee. Ja, je met snel, dat vind je nou eens goed zien, dat ben je met snel beleven. Het moet zo makkelijk mogelijk gaan, het moet mooi gaan, het moet gezellig zijn. Ja. En je moet goed zielen. Maar wat ik heel mooi is, dat zei ze net, maar je bouwt het in je wat op en dan heb je een paar dingen proberen, dan vangen de vlaas erop, dan doe je jongen, maar dat is net geen medaille, want je bent bij de fiesta te drok. Ja. Dus dan weet ADHD aan boord. Ja. Nou, dan krijg je er weer bekwaad, nou de man. Ja, en dat werkt het beter. Nou, ja. Ik heb eerst vier uur met Peter Toring gehad. Hartstikke goed jongen, ik kan heel goed zielen. Ik ken heel goed met Peter. Nou, en op een gegeven moment, Peter wie mij wat te stil. Ja. Nou, ik moet, dan moet hij zie mij de hele tijd praten. Nou, tegen mijn vongen vrede, die is heel druk. Ja. Maar die praten met de volle. Nou, die wie op een gegeven moment. Hele goeie jongen, ik heb helemaal geen ruzie mee, maar. Hij heeft spanning gehad. Ja, altijd maar praten. Dus dat werkte net. Nee. Nou, en ja. En nou zit er in. Zit wie daar, ik heb wie bal van. Vier hier, de week vier hier. Ik heb altijd bij die man op, jongen. Nou, en ik ben gewoon zuur verlegen om hem te vregen. Nou, en hij lijkt al. Zijn oor het steden had, werd ik werkje. En ik doe elke keer bij zijn boord langs. En elke keer weer wiepen. Hoi Gerard, hoi wiepen. Ja. Nou. Ik denk, ik ben het dan was ik erheen. Dus ik ging erheen. Nou, hij zei, vreeg je me nou maar, want dat wordt. Nou, ik zei. En nou is het clear. En nou is het clear. Ja, en nou ja. Zei hij van, ik hier vier weer. Ja, dat dan met hem. Maar Gerard, want we hebben een kwarte uitsturing. Ja, daarom, dus, die man heeft ik maar dat er nog maar één aspect. Ja, dan hebben we door het skip nog net eens. Nee, daar hebben we het niet. En daar moet ik terug nog. En, de sponsor en de commissie. Ja. Nee, daar hebben we het net aan. En daar hebben we het ik lekker net door. Nee, want, ik ken hem wel even. Het is, nee, het is juist al. Hij gaat boppen op die centmaster van Spanburg om te zien hoe die wien werkt en hoe lang had die meest maakt. Ja. Dat was het net leeuwen. En hij graaf soms een god om te zien hoe die op het skip die hebt gangen. Maar net kijken we. Het is tijd voor muziek. Mooi. Vind je hem net? Ja. Ja. Illinois, Zuidwesthoeken fan of net? Ja, zeker. Ja, het goed gaat, dan ben je fan, hè? Ja, nou, het is goed te zien, vind ik zo mooi. Ja. En dat komt van Warkum. Ja, daarom. Dus Zuidwesthoeken ze deurt nou goed, dus dat is wel even leuk. Ja, snit vind ik goed. Dus. Ja, oké. Okay. Nou, deze mensen willen nou ik al je fan van die. Oké. Okay. Wat is het noemer? Chase the Sundown with me. Illinois. When you open your eyes, do you see what you want to see? When you look at yourself, is it someone you want to be? It's you who can break it. It's you who can break your day. It's you
can get it done with. It's you can twist your fate. Change, change your life. Change the sundown with me. What life should have turned into. When you count the days, how many wishful dreams have come true. It's you who can break it. It's you who can make your day. It's you who can get it done with. It's you who can Nou, we zijn haast aan van deze uitsturing. Gerard, zit een eerste plak voor rijden dit hier nog in? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Er is een de daarom, voordat wij verslaan binnen. Zij is dat. Klaas, zit het erin voor hem? Ja, zeker. Maar net in het kampioenschap. Maar wel een die overwinning. Maar waarom net in het kampioenschap? Nou, dan moet het vol inhellen en dat heeft nog net oor. Dat kan hem nog net. Dat komt nog. Dat komt nog, dat kom hier. Staat er gewoon verder? Ja, in elke keer bouwen we er gewoon op. Zij is dat. Gerard Pietersma, tegen dank. Wist je weten wat het waren met Moon? Of is ja, het al? Ik denk wel, ja. Oké. Okay. Nou, dikke klink in hoorn. Het wordt zegtje rond 18 graden. Er wordt een soort bewolking met buien verwachten. En een letter in de Moon en de middie wordt het droeg. Het wordt een koele dag dus, maar de west rond meestal die het noordwestenwind die het matig rond het is. Knallen, zeggen ze dan. Ja. En dat is morgen in Eerlehuizen. En dan ben wij direct bij het Scootjesjournaal. Mijn Klaas en andere gasten. Dank u wel, heren. En graag nog morgen.